Nou, wij zijn aan de Oude Botwegenstraat, nummer 44 in Groningen. Voorheen was dit, tot de jaren 50, was dit een feestzaal van de commissaris van de Koningin in Groningen. En sinds 1953 is dit gebouw van de Rijksuniversiteit. Wij hebben hier het complete schilderwerk uitgevoerd, de plafonds, maar ook monuglassen aangebracht van stolken. Er is nieuw stukwerk aangebracht. Er is hier meer dan 120 vierkante meter wandbespanning aangebracht. Circa 350 strekkende meter plint is verguld en ruim 200 rosetten zijn verguld. En alle eitjes zijn handmatig geschilderd met een penseeltje. Ja, in uren is het een echt monnikenwerk geweest. Gaandeweg dit project kwamen we nog weer details tegen die anders bleken dan daadwerkelijk in het bestek stonden. En daar is nader onderzoek op verricht en dat is onder meer kenmerkt zich daardoor het schilderij, door de rode bies eromheen. Dat is zo geweest in 1900. En dat is in het project ontdekt, zeg maar, onder meer onze schilders, dat het anders was. En dat is uiteindelijk ook weer aangebracht zoals dat toen geweest moet zijn. Maar daar zijn geen overlevenden meer van. Dit project zou de Nationale Schildersvakprijs mogen verdienen, omdat wij hier erg veel oude techniek hebben gebruikt. Disciplines die je niet vaak meer tegenkomt, waar we echt trots op zijn. En eigenlijk zou je het oorspronkelijke gebouw hebben moeten zien en nu dan zie je de echte grote verschillen. Ja, dit zijn neusjes van de zalm voor een schilder. Als je dit mag doen, dan word je gewoon heel blij. En als ik de mensen zie met de passie en de liefde voor het vak, het complete bouwteam met de aannemer Roland Veldman, Lut Gielen met het goud, Art Decor uit Heerenveen. En wij hebben een prachtig project van gemaakt. En het is, ja, kijk om je heen, het is fantastisch.